Hallihallo, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Mocht je me niet kennen, mijn naam is Jorike en ik maak op dit kanaal video's in het thema's huishoudelijk mama en meer. En vandaag kun je kijken naar een huishoudelijke video. Het is nu woensdagochtend nu ik dit opneem en ik ga aan de slag in huis. Ik sta nu in mijn keuken. Sorry, ik sta nu in mijn keuken en ik ga in elk geval hier de keukenlade opruimen. Ik ga de was in elk geval nog doen en verder weet ik het eigenlijk nog niet. Ik neem je gewoon lekker mee, want er is genoeg te doen in huis. En daar kun je dus lekker naar kijken vandaag. Hij kan niet eens helemaal open de la. Zoveel rommel zit erin. Ja. Ja. Het is toch wat. Wat een troep heeft papa en mama ervan gemaakt. Ja. Ik denk dat we eerst maar gewoon eens alles eruit gaan halen. Zoveel rommel. Rommel, 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 rommel. Laat maar even open. Hier, deze kan ook weg. Mama, wat ruik je? Weet ik niet, wat ruik je dan? Appelstroop. Oh, op je appelstroop. Ja, dat ruik je denk ik niet. Ik denk dat je dat daarin zag staan. Hè? Of niet? Hè? 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 Is er. Mama, wat is er? Ik hoop dat jij fijne feestdagen hebt gehad en dat je misschien nu wel vrij bent. Nu je dit mag kijken en lekker aan het ontspannen bent. En ik heb zelf wel fijne feestdagen gehad. Alleen zoals je wellicht wel aan mijn stem kunt horen, ben ik niet helemaal fit. En de week voordat kerst aankwam zijn we ziek geworden. Eerst was Max ziek, die had behoorlijk koorts en dergelijke. En de dagen die volgden werden ook Michael en ik ziek. En eigenlijk vlak voor de kerst waren we een beetje weer beter. Maar nu nog steeds niet helemaal fit. Dus een behoorlijk heftig griepje. Maar goed, niks aan te doen. Ik heb, zoals je dus kunt zien, wel het een en ander gedaan. Dat was al in de week tevoren. En ik ben dus blij dat ik op tijd was begonnen met het opnemen van deze vlog. En dat gaat dus ook vooral verder uiteindelijk in het stofzuigen en de was doen. Want de hele badkamer stoppen zat er even niet in. Dus dat ga je helaas in deze vlog niet zien. Maar wellicht in een volgende vlog alsnog. Zo, en dit is nu het resultaat geworden. Wellicht is het voor jou nog steeds rommelig, maar ik vind het heel erg geordend. Hier de zakjes bij elkaar. Penaal en mijn zakken, boterhamzakjes, ziplockzakjes. Dus dat, en dan mondkapjes en nog wat andere zakjes. Hier nog van die haakjes waarmee je dingen op kunt hangen. Nou, hier zit al veel minder spullen. De haarspulletjes voor Sa, namelijk de kammetjes en de elastiekjes en knipjes. Wat handproducten, nou ja, pleisters, dat soort dingetjes en schrijfartikelen en hier ook nog pennen en al dat soort dingetjes meer. En hierachter nog sushi stokjes en zo'n rolding voor de sushi, want die gebruik ik ook wel af en toe en we bestellen af en toe sushi en dan heb je niet altijd genoeg. Hier nog zo'n tasje, dit zijn van die tasjes die je uit kunt vouwen, die vind ik ook wel handig, want dat is die zwarte. En dan, nou ja, dit heb ik verder niet echt opgeruimd. Dit is onze la met ontbijtdingen, koekjes, schaaltjes, etc. Dan is het nu even tijd om de planten water te geven. Dit doe ik normaal gesproken meestal op maandag, maar dat was ik afgelopen maandag vergeten. Dus dat ga ik nu nog eventjes doen, want plantjes hebben natuurlijk wel nodig of wat nodig elke week.
Hoe cute is het dat zij mij elke keer wil helpen. Ik vind dit zo schattig. En ze doet het dus ook gewoon echt uit zichzelf. Want ik was dus nog helemaal niet boven. En ze was er al aan begonnen. Dus echt heel erg lief om te zien. De zak van Sade. En we gaan even voor Max. Nee, ik ga het zelf. Oh, je gaat zelf. Zal ik even deze broek doen? Ja. Even een grote broek voor papa. Mama. Dat is een jas. Kom maar. Kijk, dit is ook weer een broek van mama. Kijk, is ook schuif, dan kun je er beter bij. Dit is een broek van Max. Ik heb die van Sa. Ha? Die is van Sa, nu een broek van Sa. Die broek van Sa. Ik ga alles op leegmaken. Ik ga leegmaken. Doe maar, goed idee. Hij moet nog meer bij je, hoor. Mama gaat nog even bed afhalen. Dan moeten we ook nog bij je. Zullen we dat eerst even doen? Gaan we daarna de was opruimen? Nee, alles is uit. Ik heb nog een bed wat we nog moeten verschonen, Sa. Zullen we dat eerst doen? Doen we het daarbij in. Goed? Ook nog die bed in. Ja, doen we het straks. Doen we het dan dicht. Goed? Mama, moet die er ook nog in? Nee, die hoeft er niet in. Ja? Wat is er? Wat is er? Oh, zit je er weer in? Ja. Boefje? Ja. Wat doe jij dan? Ben je in de droger geklommen? Ja. Kleine boevenkap. Ik zat ook nog in de droger. Niet de bedoeling, hè? Jawel. Hij is toch al een beetje kapot. Maar als we een nieuwe krijgen, mag dat niet meer, hoor. Mama, jij even dan bed ook nog doen. Oh, moet ik even weggaan? Ja. Oh, dan kun je lekker spelen. Ja. Nee. Onze bengel, eerste klas. Jij even weggaan, mama. Samen spelen. Oh, oh, oh. Goed, ik ga nu nog even de was ophangen. Maar dat heb je natuurlijk al heel vaak gezien. Dus dan neem ik je even niet in mee. En dan nou ja, moet ik straks natuurlijk ook nog even het bed weer opmaken.
van de was op de kamer van Max. En ik denk ineens, volgens mij heb ik nog helemaal niet laten zien dat wij zijn kamer veranderd hebben. Dus dat ga ik nu even doen. Dat is misschien wel leuk om even af te nemen in deze vlog. Want er komt namelijk nog weer een mini verhuizing aan in huis. En Max heeft een nieuw bed gekregen, dat ga ik je laten zien. En Sarah gaat naar onze kamer verhuizen. Alleen moeten we die eerst natuurlijk nog schilderen en mooi maken. Voordat zij daarheen kan verhuizen. En dan gaat zij daar in het oude bed van Max. Een juniorbed is dat, geloof ik. Een tussenmaatje gaat zij ook naar een groot bed. Dus dat is de bedoeling voor de komende tijd. Weet nog niet precies wanneer we dat gaan doen. Het ligt er een beetje aan wanneer we ook tijd hebben om wat te kunnen gaan schilderen. Maar daar zal ik ook nog wel wat over opnemen in de vlog. Max heeft het op een gegeven moment een keer graag willen veranderen samen met Michael. Het hebben zijn bed daar neergezet, maar dit grote bed, dat past daar niet. Het is net niet groot genoeg. Dus vandaar dat we de oude opstelling weer hebben genomen. Ik kom er zo aan. Ik kom er zo aan. Laten we jouw kamer ook even zien. En nu hebben ze dus weer omgedraaid, Michael en Max samen. En dat is dus zijn kledingkast. Nou ja, en hij heeft dus nu ook een bed van de IKEA. En dit is wel echt een heel leuk bed, want hier kan namelijk ook iemand komen logeren. Alleen, we moeten nog een matras hebben, want die waren uitverkocht bij de IKEA. En dat vind ik wel heel handig, want dat matras wat we hier dan in doen, kunnen we dan eventueel zelf nog gebruiken. Mocht er een keer wat met de kinderen zijn als ze ziek zijn. En er zit ook nog een losse lade onder, zowel hier als daar, om wat spulletjes in te kunnen doen. Dus ja, ik vind het wel leuk, dit bed. Ja, nou ja, dit is gewoon nog hetzelfde als hoe het was. Dus dat is nu zijn kamer. Wat zeg jij? Mama, kom eens kijken. Heb jij een mooie opstelling gemaakt hier? Zit je verstopt? Ja. Oh, echt waar? En van wie wordt dat bed? Oh, je hebt er ook een mooie rommel van gemaakt. Dat bed is van mij. Het wordt van jou dat bed, hè? Ja. Dit is het oude bedje van Max en die hebben we hier nu neergezet. En nou ja, dit is natuurlijk onze oude kamer. Deze kast blijft hier gewoon, dus Sarah krijgt een huge kledingkast. En nou ja, we moeten nog even een beetje opruimen en zo. En ik moet nog even bedenken hoe we dit leuk kinderkamerachtig kunnen maken. Ik denk wel dat we gewoon de bruine muur houden zoals die is. Maar hij moet ook even weggeschilderd worden, want je kunt precies zien. Nou ja, dat kun je zo ook wel zien. Waar de rand van het hoofdbord van ons bed heeft gezeten. Dus dat is gewoon niet zo mooi meer. En daar heeft een lamp tegenaan gestaan. Dus het ziet er niet zo mooi meer uit. Moeten we even schilderen. En dat geldt ook voor daar, want daar onder het raam zijn wat krassen gekomen van het een en het ander. Als je, dat was vrij smal om daar langs te lopen. Dus ja. Mama. En daar hangt nog de spiegel. Die moet ook nog steeds even een nieuwe plek krijgen. En nog onze, nee, waar we onze kleding altijd op hingen. Dus dat moeten we nog even af. En dan gaan we alles weer schilderen. En dan wordt het weer mooi. Dat is de bedoeling. Vergeten. En ik ben nu klaar om te gaan slapen. Dus het zit er niet meer in om het op te nemen in de vlog. En super dom. Gebeurt jou dit ook wel eens? Ik heb het eigenlijk bijna nooit, maar ik ben dus nu gewoon helemaal vergeten dat ik het bed had afgehaald. Dat ga ik nu even gauw doen en dan ga ik lekker slapen. We'll be right back.
En met deze beelden ga ik dan het jaar 2021 afsluiten. Ik wens jou een hele fijne oud en nieuw. Ik hoop dat je het fijn mag vieren met de mensen die jij om je heen zou willen hebben. En ik wil je nog heel graag bedanken voor alle support voor dit jaar. Ik vond het wel onwijs tof om de YouTube video's te maken dit jaar. En ik ga daar ook natuurlijk gewoon lekker mee verder. En ik vind het heel fijn om te merken dat zoveel dames het leuk vinden om te zien. En nou ja, die waardering die heb ik echt, dus die wil ik nogmaals uitspreken. Heel erg bedankt voor het kijken ook vandaag weer. En dan zie ik je heel graag in een nieuwe vlog of video in het nieuwe jaar. Bedankt voor het kijken en heel graag tot dan.